Ja, voorzitter, dank. We hebben in het algemeen overleg met de minister over van alles en nog wat rond discriminatie gehad. Onder andere over alles wat buiten deze Kamer is. Een werkgever die discrimineert, werknemers die zich gediscrimineerd voelen, mensen die tegen discriminatie aanlopen. Maar als CDA vinden we dat we ook gewoon de hand in eigen boezem moeten steken. Wat als wij nou in dit huis zien dat wij collega's hebben die andere collega's via sociale media aanvallen op het enkele feit dat zij een andere afkomst hebben. En wij zien partijen doen, waaronder bijvoorbeeld DENK, de NRC, de heer Bosma zou het lijfblad van D66 noemen. Maar de NRC heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd waar heel helder naar voren komt dat mevrouw Yesilgu Segerius, mevrouw Uzetok, de heer Uzdiel, collega's, zich gehinderd worden. Niet schreeuwen, meneer Özturk. Nee, niks punt van orde. De heer Van der Molen heeft het woord en die maakt eerst een verhaal af. Gaat u verder. Dank u wel, meneer. Dank u wel, voorzitter. Als ik als Kamerlid lees in de krant dat ik collega's heb die zich geïntimideerd voelen, die niet in bepaalde wijken van Amsterdam durven te komen, die op een luchthaven in Turkije erop worden aangesproken door Nederlandse jongeren, dat die daar eigenlijk opgepakt zou moeten worden, dan worden er parlementaire normen overschreden. En op het moment dat deze Kamer niet het goede voorbeeld geeft aan de Nederlandse samenleving hoe wij zelf met mensen met een niet-Nederlandse afkomst omgaan, dan kunnen we hier niet overtuigend en met gezag van andere mensen vragen dat ze deze mensen wel op een juiste manier bejegenen. Dus het wordt tijd wat het CDA betreft dat wij tegen deze verachtelijke praktijken van DENK ook gewoon zeggen, zo lang kan dat niet. En voorzitter, in een aantal seconden die nu overblijven zou ik dan toch graag nog een motie willen indienen. Dan stel ik voor dat u eerst uw motie voorleest. Goed. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat discriminatie een maatschappelijk probleem is en dat de volksvertegenwoordiging bij het bestrijden daarvan een voorbeeldfunctie heeft. Constateren dat het in toenemende mate voorkomt dat collega-Kamerleden niet op basis van een inhoudelijke standpunt, maar primair op basis van hun afkomst door of namens andere collega-Kamerleden via filmpjes op sociale media worden aangevallen. Constateren dat zij door de bewuste wijze waarop zij door collega's tot doelwit worden gemaakt, haatmails, intimidaties en bedreigingen ontvangen en daarmee worden aangetast in hun functioneren. Spreekt uit, voorzitter, een uitspraak van de Kamer, dat zij de handelswijze om Kamerleden vanwege hun afkomst uit te kiezen en hen gericht via sociale media te intimideren ten stelligste afwijst en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door mijzelf namens het CDA, maar alle Kamerleden die hier hun naam ook aan willen toevoegen, zijn van harte welkom. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De heer Özturk. Voorzitter, je had een punt van orde ingediend. Dit is een theater die van tevoren met elkaar is afgesproken. De heer Van der Molen heeft meer dan 2 minuten mogen spreken. U grijpt bewust niet in. U laat mij niet uitpraten. Als er discriminatie op dit punt is, dan zie ik dit. Dit is precies waar de burgers in de samenleving moeite mee hebben. Dat wij hier ons woord niet kunnen uiten. Dat hier uitzondering wordt gemaakt voor u. Dat u meer mag praten, terwijl ik mijn zin niet mag afmaken. Als er 1 Kamerlid is die in dit parlement is bedreigd, dan ben ik het wel. Als u in uw motie ook dat had benoemd, dan had ik u een fair Kamerlid genoemd. Maar dit is een scène, bewust om voor de verkiezingen een motie in te dienen om DENK te bashen. Ja. En daar trapt DENK niet in en heel Nederland niet in. Er wordt bashen gesproken. Zelf doet u dat nooit, hè? Nee. Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan ga ik nu tot slot naar de heer Jasper van Dijk namens de SP. Nee? Dan kijk ik of de minister 5 minuten behoefte heeft aan een korte schorsing van 5 minuten. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten.